Yassin, twee doelpunten vandaag. Jongen, dat is een mooie oogst, hè? Ja, zeker weten. We hebben de afgelopen week hebben we hard gewerkt. En het is mooi dat het uitkomt dat we ook gelijk drie punten vandaag pakken in een wedstrijd die natuurlijk voor de winterstop al gespeeld had moeten worden. Dus dat is altijd lekker. Ja. Eerste helft liep niet echt helemaal naar wens, had ik zo de indruk. Nee, ja, ik denk dat we als ploeg wel goed speelden. Misschien bij mezelf iets minder. Ik was heel erg misselijk vanaf ik denk de 25e minuut. Hoe kwam dat? Ja, ik weet het niet. Ik had kramp in mijn buik. En gelukkig is dat in de rust is dat weggegaan. En kon ik de tweede helft weer voor de 100% ervoor gaan. Ja. Je hebt, in de tweede helft ging het echt lekker. Je hebt twee mooie doelpunten gemaakt eigenlijk. Hoe heb je die tegenstander ervaren? Ja, ik denk dat het een stugge ploeg is. Maar ik denk dat het niet een van de lastigste wedstrijden voor ons is geweest. Maar misschien dat het ook te maken had met hoe wij speelden. Omdat we nu natuurlijk best wel ver vooruit spelen en druk zetten op de tegenstander. Dus dat maakt het voor ons wel wat makkelijker en fijner spelen. Ja. Dus, jij speelt zelf een beetje stijf aan de buitenkant. Is dat ook de bedoeling of moet je vaker naar binnen komen? Ja, ik heb eigenlijk van Mark alle vrijheid om te doen wat ik wil. Okay. Maar ja, ik ben wel een echte buitenspeler, dus ik vind het wel fijn om vanaf de buitenkant te spelen. En als de mogelijkheden er zijn, dan probeer ik ook achter Matthijs te komen. Maar ik probeer wel veel aan de buitenkant te blijven, om niet te veel ruimte voor anderen in te nemen. Verandert dat nog veel? Want Matthijs is een andere speler dan Thijs Hogeboom, die op een andere manier moet worden aangespeeld. Betekent dat voor jullie als buitenspelers ook op een andere manier gaan spelen? Nou ja, niet per se. Thijs is natuurlijk een balvaste spits. Ja. Dus die kon ik inspelen en daaromheen bewegen. Maar ja, met Matthijs is het ook wel fijn dat hij... Ja, hij loopt natuurlijk veel in de hoeken, hij loopt erachter. Dus dat maakt het voor mij ook weer makkelijker om in zijn ruimtes te komen. Ja. Dus voor elke nadeel heb je altijd weer een voordeel. Dus dat is helemaal goed. Ja. Jullie kijken nu weer een beetje omhoog. Hè? Dus één wedstrijd ingehaald nu, drie punten verdiend. Volgende week weer drie punten erbij en dan sta je ineens weer op de vierde, vijfde plaats. Inderdaad, dat is wel de bedoeling om volgende week weer drie punten hier te houden.